Om zelf een grafiek te kunnen tekenen, is het handig om een stappenplan te volgen. Ik noem dit stappenplan Rubens' heilige vijfstappenplan voor het tekenen van een grafiek. Voordat je aan het stappenplan kan beginnen, heb je allereerst een tabel nodig. Want de tabel geeft je alle informatie die je nodig hebt. In sommige gevallen krijg je de tabel al cadeau. Dan kan je gelijk met de grafiek beginnen. In andere gevallen zal je zelf de tabel nog moeten maken. Bij een situatie of met behulp van een formule. Stap 1. Teken de assen. Hoe groot deze moeten worden, dat kan je uit de tabel halen. Want daarin kun je aflezen tot welke getallen je moet gaan. Denk eraan dat de horizontale as altijd hoort bij de bovenste rij van de tabel. Vaak gaat deze as over tijd. Bij de verticale as kun je eventueel een zaagtand gebruiken. Stap 2. Getallen bij de assen. De stapgrootte dus. Denk eraan dat je altijd even grote stappen neemt. En welke getallen je moet kiezen, dat kan je weer uit je tabel halen. Stap 3. Namen bij de assen. Deze simpele stap wordt vaak vergeten, maar is heel belangrijk. Ook de namen voor beide assen haal je weer uit je tabel. Stap 4. Punten zetten. Je bent bijna zover om je grafiek te tekenen. Maar eerst zet je de punten waar de grafiek doorheen gaat. En hoe weet je nou waar die punten moeten? Juist, dat haal je uit je tabel. Bij 2 uur hoort bijvoorbeeld het bedrag 25 euro. Dus zetten we op de coördinaten 2,25 een punt. Stap 5. Grafiek tekenen. Je tekent nu een lijn door de punten. Dit is de daadwerkelijke grafiek. Als alle punten op een rechte lijn liggen, dan teken je die lijn met lineaal of geodriehoek. Liggen niet alle punten op één rechte lijn, dan teken je een vloeiende lijn door de punten. Dit is eigenlijk altijd het geval als je het over een verband hebt wat te maken heeft met bijvoorbeeld gewicht, afstand, hoogte en andere natuurlijke verbanden. Waarschijnlijk overbodig om te zeggen, maar je doet al het tekenwerk bij een assenstelsel en grafiek met een potlood. De grafiek dan nog het liefste met een gekleurd potlood. Dit is een stappenplan om uit je hoofd te leren. Als je het iedere keer goed volgt, dan teken je al je grafieken goed. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.